De ramen moeten er nog achter. En dan gaat dat helemaal naar boven. En dan worden de details van de onderkant grotendeels mee verder afgewerkt. Nee, Thomas doet geen praatje met zijn aannemer. Hij werkt in deze hangar aan Familiestraat, een nieuw kunstproject. En voor dat project wil ik, of ben ik bezig, om heel die straat van aan mijn deur tot aan het zwembad van de Veldstraat na te bouwen in karton en hout. Dat ziet hier achter u verschijnen in een heel grote hangar op Petroleum Zuid. En in dat decor wil ik een soort van nieuwsjaaroverzicht spelen van gebeurtenissen in de Familiestraat van het afgelopen jaar, van 2020. Dit is mijn huis. Niet zo heel spectaculair. De nummer hou ik geheim, want anders staan alle fans hier binnenkort voor de deur. Enkele kijkers zullen helaas wel het huisnummer van de buur hebben opgemerkt. Maar terug naar de voorstelling, want Thomas onderzoekt in Familiestraat ook het vlindereffect. Ik ga zoeken naar verbanden tussen dingen die dat er in mijn straat gebeuren aan de ene kant en dingen die dat er in de wereld gebeuren aan de andere kant. Dat het butterfly effect, dat echt bestaat als ik een bloempot uit mijn raam laat vallen dat vervolgens pakweg Beirut ontploft. En we weten allen dat 2020 een jaar vol dramatische wendingen was. Het jaar samenvatten doet Thomas in een voorstelling die maar liefst 6 uur lang duurt. En de rollen die gingen naar zijn buren natuurlijk, maar hij zoekt nog enkele vrijwilligers. Er wordt gerepeteerd natuurlijk op voorhand, de week daarvoor. En 25 en 26 september moeten ze natuurlijk vrij zijn. Maar de mensen die nog zouden willen meedoen, die kunnen nog altijd mailen naar eline.verzelen@thesingle.be. Tickets vind je op de website van The Singel.